Sjoerd Feitsma. Goeie. Wethouder Sjoerd Feitsma wie juist de bliet met de koffer die te krijgen van meubelverkeerper Piet Kapenga. Die hem kocht hier uit een erfenis. Maar hokker erfenis. Hier maatte Harry, nadat ze in Jochtje Sandje executeerd wie, een nailittenskip en erfgenamen. Nou, toen zij gefusilleerd is, zijn haar bezittingen van haar huis in Parijs en in Den Haag die zijn geveld. Maatte Harry had een zoon en een dochter hoorn. Haar zoontje in eerste instantie die is al op heel jeugdige leeftijd overleden in Indië. En haar dochter is later, maar ook nog steeds te vroeg, op 21-jarige leeftijd overleden. Dus die hebben sowieso niks geërfd. Waar andere zaken gebleven zijn, dat, nou, we hebben natuurlijk in het museum hebben we heel veel. En waar de rest is, dat is een zoektocht voor ons. Gelooft u het? Dat is een goede vraag. Ik wil het geloven. Voordat ik daar meer over zeg, moeten we eerst meer onderzoek gedaan hebben, denk ik. Het zou wel heel gaaf zijn als hij van haar is. Maar daar is geen sprake van, zegt de zaakkundigen. Nou, voor mijn gevoel is het onmogelijk om aan te tonen dat deze koffer uit het bezit van Mata Hari komt. De connectie tussen de zellentak van Mata Hari en de Leeuwarder zellentak, die nogal christelijk was, hè, dominee Zelle, is volstrekt afwezig. Er is nooit contact geweest, de tijd klopt niet. En van haar spullen die in Den Haag overgebleven zijn nadat ze geëxecuteerd is, die zijn geveild. En er zijn drie dingen bekend van overgebleven en die zitten in de collectie van het Fries Museum. Het is al hier heel onwaarschijnlijk en er is geen enkel bewijs. Een gerucht. Hè? Iemand zegt, oh, hij kon wel eens geweest, hij kon bij dominee zelf. Nou, dat was een neef van Mata Hari. Dat was natuurlijk helemaal geen neef, dat was een achterachterneef. En nou, het lijkt wel of hij uit haar tijd komt. Misschien is hij wel van haar geweest. En de volgende die zegt, nou, vrijwel zeker dat hij van haar is geweest. En nou, zo evolueert zo'n verhaal. En voor je het weet zegt iemand, hij is van haar geweest. Maar het is volstrekt onmogelijk om dat vast te stellen. En het is ook hoogst onwaarschijnlijk.